De 30e editie van het toernooi kon weer rekenen op schitterend weer. De finale van het recreantentoernooi werd gewonnen door het team van Café Thijs 3. En in het prestatietoernooi ging het team van Abina met de beker naar huis. Abina voor het recreantentoernooi. Café Thijs 3. Gezelligheid stond natuurlijk bovenaan. En na de prijsuitreiking werd er nog eens flink nagedronken. Vanwege de wedstrijden in de nacompetitie was een aantal teams afwezig. Zo speelde het eerste en het tweede elftal van Roda deze keer niet mee